Wat zou jij doen als je wist waar de dader uithing? Ja, mijn moeder heeft me altijd gezegd, als je iets weet moet je gewoon je mond houden, want dadelijk krijg jij problemen of iets in die richting. Dus ik denk dat ik niks zou zeggen, eerlijk gezegd. Wat ik zou doen? Ik zou sowieso naar de politie gaan, dat sowieso. Ik zou het echt niet weten, man. Ik kan mezelf niet in die situatie zetten of zo, wat ik zou doen. Dan zou ik het wel doorgeven. Ja? Ja. Waarom? Ja, als hij wel moordenaar is, heeft hij wel iemand vermoord en dan hij heeft wel straf nodig. Geloof jij dat mensen die vertellen waar de verdachte is, dat hun iets aangedaan kan worden of hun familie? Eigenlijk niet, waarom wel? Ja, denk ik wel. Ja. Ja, ik denk dat als je je niet in die kringen begeeft, dat de kans wel kleiner is. Maar ja, ik bedoel, het is natuurlijk niet niks. Ik bedoel, er hangt natuurlijk een enorme straf boven zo'n iemands hoofd. En ik denk ook wel dat dat mensen weerhoudt om, om te snitchen. Ja, ik geloof het. Ik heb het wel eens gezien in de buurt dat mensen iets hebben gedaan en iemand zegt iets en dan, ja. The snitches really get stitches. Het is echt zo. Zou jij voor 15.000 euro informatie geven over de locatie van de verdachte? Ja, ik wel. Ja, puur om dat schuldgevoel. Daar zou ik zelf niet mee kunnen leven. Nee. Ik denk ook dat het ligt aan wat diegene heeft gedaan. Ik bedoel, als iemand wat heeft gestolen of zo, dan denk ik misschien niet. Maar bij een moord of iets in die richting wel. Ja, sowieso. Dat is vies, man. Kom op, man. Hij komt uit Rotterdam. Hij is al 15 jaar actief voor ons. Je weet toch, in Rotterdam. Droomde even dat ik droomde even. Snap je.